Vandaag spreken we met Mona Keizer, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. En 32 jaar geleden verruilde zij haar veilige thuishaven Volendam voor deze bruisende hoofdstad Amsterdam. En sindsdien heeft ze ook al heel veel dingen bereikt. Zo was ze eerst wethouder in Purmerend, werd ze daarna Kamerlid voor het CDA en is ze dus 2017 staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat. In dit interview zullen we meer te weten komen over haar wellicht wilde tijden aan de universiteit. En natuurlijk wat zij aan de universiteit zou veranderen. Een groot deel van het interview zullen we ook ingaan op technologie. Hoe verbeteren wij de Nederlandse concurrentiepositie? En wat is er zo belangrijk en potentieel gevaarlijk aan 5G? En last but certainly not least is de familie van Simon Keizer van Nick en Simon. Op deze vraag en meer zullen we tijdens het interview natuurlijk antwoorden krijgen. Wij hebben er zin in, dus geef alsjeblieft een daverend applaus voor mevrouw Keizer. Dag. Hallo. Hallo. Hi. Was de universiteit de beste tijd van hun leven eigenlijk? Ervaart u dat ook zo? Ik heb overigens niet Volendam verruild voor het bruisende Amsterdam. Want ja, je bent zo snel op het Centraal Station dat ik ben gewoon lekker thuis gewoon in Volendam gebleven, ja. Ik ben nog wel steeds elke dag van mijn leven blij dat ik rechten heb gestudeerd. Omdat je daar leer je te denken langs lijnen. Dus hoofdzaken, bijzaken, waar hoort iets bij in een redenering en wat hoort niet bij een redenering. Dat is wat je in de rechtenstudie vooral ook doet. En daar heb ik nog natuurlijk, omdat ik ook vervolgens de politiek in ben gegaan, nog steeds elke dag profijt van dat ik wel weet hoe staatsrecht, internationaal recht, privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, hoe zich die zich allemaal tot elkaar verhouden. Dus daar ben ik nog steeds elke dag blij mee. De Universiteit van Amsterdam was wel een bijzondere keuze, omdat het ook in die tijd al een links bolwerk was. Ik gooi maar meteen op tafel. Toen ook al. En dat merkte ik wel dat ik toch wat anders naar een aantal zaken keek. Niet naar alles. Maar naar een aantal zaken wel. En de eerste keer wat bijvoorbeeld? Ik heb dat echt twee herinneringen daarvan heb ik heel erg. De eerste keer was tijdens, ergens de jaren 90 was dat. Dat was de eerste keer dat er gediscussieerd werd over bezuinigingen op de studiefinanciering. En toen ging volgens mij dat je onbeperkt kon studeren, ging naar maximaal 6 jaar. Voor een studie van 4 jaar. En ik was gewoon bezig met mijn afstudeerproject. Ja. En ik kwam aan bij de bibliotheek van de Oude Manhuispoort en daar stond een jongen. En die zei, je mag niet naar binnen, want wij staken. Ik zei, ja, ik zei, jij staakt. Ik zeg, maar ik niet. Ik moet afstuderen. Dus dat was wel zo'n eerste keer dat ik dat merkte. En de tweede keer was tijdens een college strafprocesrecht. En dat ging constant over de rechtspositie van de verdachte. En toen op een gegeven moment, toen vroeg ik, ja maar, dus dat is ergens ook begin jaren 90 geweest, dus inmiddels is dat allemaal volledig veranderd. Maar toen had ik echt het lef om de vraag te stellen, ja maar, hoe zit het dan met het slachtoffer? En toen viel er zo'n ijzige stilte in die collegezaal, dat ik me toen realiseerde, oh ja, wacht even. En zou u zeggen dat het ook een, zeg maar, een slechte herinnering was aan de Universiteit van Amsterdam? Nee, zeker niet. Nee, ik heb met heel veel plezier heb ik in de ronde gelopen op de Oude Manhuispoort. En wat was uw meest, zeg maar, positieve herinnering eigenlijk als student? Ja, het is natuurlijk al wel heel erg lang geleden. Ik ben dus ook niet op kamers gegaan. Ik ben ook niet lid geworden van een studentenvereniging. Maar dat komt ook een beetje omdat ik mijn eigen sociale kring, familie, vrienden gewoon op Volendam had. Okay, ja. Dus ik had er ook niet zo'n behoefte aan. Wat ik me nog wel weet herinneren, hoe ongelooflijk veel tijd ik over had. Dus ik heb uren door de Nieuwe Dijk en de Kalverstraat en de Heiligeweg gelopen. Ja. Maar heeft u dan ook, zeg maar, slechte herinneringen aan de universiteit? Behalve dat u dus heel veel tijd over had? Nee? Nee, dat was heerlijk. Nou, dat zeeën van tijd. Ik
had ook een bijbaantje, een dag of drie in de week, dus dat ging helemaal fantastisch. Nou, u zegt dus dat u zeeën van tijd had en u heeft ook in totaal 10 jaar gestudeerd. Wat nee. Tegenwoordig bijna ondenkbaar is. Wacht even. Ja, zo zie je maar weer dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen, hè? Ja. Ik had een baan voordat ik afgestudeerd was. Ja. Dus ik ben fulltime gaan werken voordat ik afgestudeerd was. En toen heb ik uiteindelijk doordat ik al een fulltime baan heb, heeft die scriptie iets langer geduurd. Dus ik heb over mijn eerste studie heb ik 4 jaar en ik geloof 4 maanden gedaan, als ik zoiets gedaan. Maar ik werkte toen al fulltime, want ik ben op een gegeven moment na 4 jaar ben ik gewoon fulltime gaan werken. En toen heb ik mijn scriptie nog afgerond in de paar maanden daarna. En daarna ben ik in deeltijd, ik heb eigenlijk 1,5 studie gedaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik ben begonnen met gewoon de proppenduizen, heette dat toen nog, rechtsgeleerdheid. Nou, die haalde ik binnen 1 jaar. Maar toen dacht ik bij mezelf van, nou ja, advocaat of rechter worden, dat zie ik helemaal niet zitten. Toen ben ik juridische bestuurswetenschappen gaan studeren. Nou, daar heb ik toen vervolgens over gedaan wat ik deed. Maar dan word je dokter anders in mijn tijd. En ik dacht bij mezelf, nou, dat is toch wel zonde eigenlijk. Want volgens het boekje zou ik dan nog 2 jaar moeten studeren om je meestertitel te halen. En ik had wel zoiets van, nou ja, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Misschien is het toch wel handig om te doen. En daar heb ik vervolgens in deeltijd heel erg lang over gedaan. Ja. Maar ja, in de tussentijd ook 2 banen, 2 kinderen... of 3 banen, 2 kinderen, getrouwd, verhuisd, ook allemaal gecombineerd. Ik weet nog wel, als je nou vraagt naar een hele, wat is nou een negatieve ervaring, dat was mijn laatste tentamen wat ik moest halen. En dat was een mondeling en dat was in de zomer. En ik weet nog wel dat ik toen op de gang stond te wachten op de uitslag daarvan. En dat ik toen echt bij mezelf dacht, als ik nou weer gezakt ben. Ja, je hebt natuurlijk ook nog wel wat anders te doen naast je baan, je kinderen en weet ik wat. Maar ik wilde dat gewoon halen. Ja. En dan was ik gelukkig geslaagd met 7. Dus. Nou, dat was geen luie, feestende student. Dus. Nee. Dat heb ik weinig gedaan. Ik heb veel gewerkt en veel in de rondte gelopen. Ja. Langs al die winkels waar je dan geen geld voor had om dingen te kopen. Dus, ja. Ja, heel herkenbaar natuurlijk. Ja. U zei net al dat u wist dat u niets met met rechtsgeleerdheid wilde doen. Ja, dat is gek, maar ik ben uiteindelijk wel advocaat geworden. Ja, ja. Ja, ik studeer geschiedenis. Ik weet ook niet of ik per se een historicus ga worden. Ik ga rechten studeren, dus ook een beetje. Ik hoop dat het toch wel ergens leuk was. Het was geweldig. Ik heb er nog steeds elke dag plezier van. Maar dat is ook wel een van die dingen die je leert naarmate je ouder wordt. Luistert en huivert. als je jong bent, heb je. Ik dacht echt bij mezelf, nou, advocaat, dat kan ik echt nooit worden. Want ik kan niet iemand verdedigen waar ik het niet mee eens ben. En op een gegeven moment word je dan ouder en dan merk je eigenlijk dat je het. Dat is ook een van de redenen waarom ik de politiek zo leuk vind. Ik vind het gewoon ontzettend fijn om met de dingen die ik weet en de mensen die ik ken, andere mensen te helpen. Ja. En dat is eigenlijk wat je als advocaat doet. Ja, klopt. Maar wist u toen al, want voor ons is het bijvoorbeeld best wel vervelend om de vraag, wat wil jij laten doen of worden, 20 keer op een familiegelegenheid te beantwoorden. Maar wist u al dat u de politiek in wilde gaan? Nou, ik ben wel heel jong lid geworden van een politieke partij. Want toen ik dus naar die proppenduizen juridische bestuurswetenschappen ging studeren, was een van de eerste vakken politicologie. Politieke stromingen, Van der Putten, zo'n pil. Ik heb hem nog steeds ergens in een kast staan. De kaft is er inmiddels helemaal af. Maar dat maakte wel dat ik geraakt werd door de politiek. Door de verschillende manieren waarop je naar een samenleving kunt kijken. De verschillende oplossingen die je vanuit je politieke achtergrond voor maatschappelijke vragen kunt bedenken. Dat heeft mij toen wel gepakt. En toen ben ik lid geworden van een politieke jongerenorganisatie in mijn geval. Nou, en zo ben ik eigenlijk van het ene in het andere gerold. En uiteindelijk toch nog de advocatuur in. Omdat ik dat op een gegeven moment toch dacht van, nou, dan ik wilde ook graag een vak leren, dus echt een beroep. Nou, en een advocaat, als je advocaat bent, dan heb je echt een beroep, dan heb je een vak. Nou, dat is die combinatie is waarom ik uiteindelijk na, even kijken, 15, 20 jaar, wat was ik toen, midden 30, ja, zoiets, hè? Ja, 15, 17 jaar, alsnog de advocatuur ingegaan ben.
Nou, u was dus ook advocaat, maar daarnaast natuurlijk bent u erg actief geweest en bent u nog steeds actief bij het CDA. Nu al meer dan 20 jaar. Maar waarom heeft u ooit oorspronkelijk voor die partij gekozen? Waarom past die zo erg bij u? 30 jaar. Ja, meer dan 20. Ja. Nee, dat is echt feilloos. De cijfers zijn niet echt... Cijfers zeggen niet het hele verhaal. Nee, zeker niet. Nee, maar waarom zeg ik dat? Ik ben vorig jaar 50 geworden. Dus dan ga je op een gegeven moment ga je nadenken over het leven en wat er allemaal gepasseerd is. En ik ben op mijn 20ste ben ik dus lid geworden van het CDJA. En dat heeft wel te maken met dat boek van Van der Putten. Daar stonden alle politieke stromingen in. En ik ben dus eigenlijk bijna op basis, dus zou je kunnen zeggen, van een wetenschappelijke analyse uitgekomen bij het CDA. En dat was nog best wel even ingewikkeld, want mm-hmm. mijn vader die hing in mijn slaapkamerraam de verkiezingsposters van eerst de KVP en later het CDA op. En ik was wel niet zo links als de meeste andere studenten, maar dat was mij toch wel een brug te ver op mijn 18e. Dus dat ik toen uiteindelijk toch bij het CDA terecht kwam, was wel even slikken om dat te bekennen aan mijn vader. Die natuurlijk zei, nou, dat wist ik al lang al. Dat doen vaders. En moeders trouwens ook. Maar voor mij was dat eigenlijk de klassieke tegenstelling tussen aan de ene kant verwacht je nou al het goede van de overheid, wat meer links georiënteerde partijen, of verwacht je al het goede van de markt, VVD in die tijd, of ga je ervan uit dat de kracht zit in een gemeenschap van mensen en dat je eigenlijk daar zoveel mogelijk van af moet blijven, omdat daar de beste oplossingen voor maatschappelijke problemen tot stand komen. En dat is heel simpel gezegd de tegenstellingen tussen partijen. En dat is waarom ik uiteindelijk uitgekomen ben bij het CDA. En in die tijd, wat voor mij ook heel belangrijk daarbij was, was het uitgangspunt van rentmeesterschap. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd, dat is een van de beter bewaarde geheimen van mij. Nou, let op allemaal. Ja. Je kunt het wel terugvinden hoor, als je goed zoekt. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd op milieurecht en milieubeleid. Dus dat vond ik echt heel belangrijk. En dat zat nadrukkelijk in een van de vier uitgangspunten van het CDA, namelijk dat je de wereld in bruikleen hebt van je kinderen. Oké, maar u zegt dat het vooral dus erg economische keuze was en ook wel met klimaat, maar had het bijvoorbeeld ook met geloof te maken, want CDA is toch een christelijke partij. Ja, dat klopt. Christelijk geïnspireerd, dat is helemaal juist. Die taal die sluit natuurlijk wel heel erg aan waarmee ik ben opgegroeid. Mm-hmm. Binnen het CDA heb je wel aan de ene kant natuurlijk de protestantse tak en aan de andere kant de katholieke tak. Mm-hmm. En de protestantse tak is veel meer talig. En de katholieke tak gaat ook toch wel wat meer uit van, hoe noem je dat? Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Beelden. Dus het is meer de tekst van de Bijbel versus... Ja. De verhalen en de beelden van de Bijbel. En dat sprak mij natuurlijk wel heel erg aan. Ja, ik ben Rooms-Katholiek. Gedoopt, gevormd, eerste communie. Het complete pakket. En ook nog steeds praktiserend? Bijvoorbeeld, niet elke week, nee. Daar is natuurlijk geen tijd voor met zo'n leven. Nee, ik ben blij als ik een dag niets hoef, ja. Sterk beïnvloed worden door geloof. Bijvoorbeeld als we het hebben over abortus, over vrouwen en over het homohuwelijk. Zo. Ja, dat is wel even, een vraag. Goedemiddag. Je mag er best over nadenken hoor. Ik ben woordvoerder medische ethiek geweest voor de CDA-fractie. Ja. En in dat is een van de mooiste, vind ik zelf, maar ook een van de meest ingewikkelde portefeuilles die er is. Want als je het bijvoorbeeld hebt over euthanasie, het wordt meteen doodstil. Hè. Het is ook wel een zwaar onderwerp voor de zaterdagmiddag. Maar als je het bijvoorbeeld daarover hebt, dan heb je het over doodzieke mensen, waar geen oplossing meer is. Dus uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ja. En als je aan mij vraagt hoe kijk je daarnaar, dan vind ik dat je het leven moet beschermen. Maar tegelijkertijd
kan euthanasie kan barmhartig zijn. Juist ja. Omdat er zo ook uitzichtloos en ondraaglijk lijden is. Nou ja, en daar probeer je dan binnen de discussies die daarover gevoerd worden, wel de juiste woorden te vinden, de juiste stappen te zetten. Want het is niet een onderwerp waar je eventjes de one-liners over tafel ja, dat tafel is geen tweet. Nee, daar heb ik ook nooit over getweet. Omdat ik het daar veel te kwetsbaar voor vind. Ja. Maar denkt u dat het ook lastig is om tegelijkertijd en progressief te zijn, dus bijvoorbeeld voor het leven vroegtijdig beëindigen, en ook tegelijkertijd religieus? Ik vind dat een hele bijzondere vraag. Weet je dat? Want ik ervaar dat namelijk helemaal niet zo. Helemaal niet. Dus het zelfs. Valt heel goed te combineren eigenlijk. Ja, waarom niet? Nou. Waarom niet? Waarom niet? Ik kom zelf uit een vissersdorp. Ja. Vroeger, echt heel lang geleden, ver voor de afsluitdijk moet je je dan voorstellen, was dat gewoon een matriarchale samenleving. Die mannen die gingen op zondagavond met de boot vandoor en die kwamen dan ergens vrijdagmiddag terug. Nou, die vrouwen waren gewoon de baas hoor. En dat zijn ze natuurlijk stiekem nog steeds. Alleen dat vertellen we niet. Dus nee, volgens mij gaat dat prima met elkaar samen. Mm-hmm. Als je ook helemaal terugkijkt naar de oorsprong van het christendom, was dat in die tijd een stroming, toen dat ontstond, waarin het individu van waarde was. Ja. In de beschavingen die daaraan vooraf gingen, was het veel meer. Had je rangen en standen en vrouwen en slaven, die hadden helemaal geen waarde. En eigenlijk met dat christendom is de waarde van de mens op zichzelf is eigenlijk nou ja, geboren, zou je kunnen zeggen. Wel altijd als onderdeel van een gemeenschap. Ja, heel gemeenschappelijk inderdaad. Wel ja. Altijd, ik zeg ook zelf altijd, een mens komt tot zijn recht in relatie tot een ander. Als je aan mij vraagt, Mona, wie ben je? Dan heb ik het over dat ik een zus ben van iemand, dat ik een dochter ben van iemand, dat ik een vrouw ben van iemand, een moeder van iemand, een vriendin van iemand, een nicht van iemand. Maar daarbinnen heb je wel de waarde van jezelf. En een van die andere uitgangspunten is gebruik je talenten. Dus als je begint al met een mens is van waarde op zichzelf, binnen een gemeenschap, en vervolgens een van die andere uitgangspunten gebruik je talenten, dan bestaat het toch niet dat de talenten van jullie met z'n tweeën en die van mij niet tot uiting mogen komen. Ja, dat we er vervolgens 2000 jaar ja, over gedaan ja. hebben met z'n allen. En er trouwens nog steeds niet zijn. Nog steeds niet zijn. Ja, dat is evident. Maar zelfs in deze tijd, waarin we zijn ontkerkelijk met z'n allen, ja. is het ook nog steeds niet geregeld. Dus is dat nou een vraag naar religie? Die jij net aan mij stelde? Of is dat een vraag naar machtsverhoudingen en de manier waarop een samenleving functioneert? Ik denk dat laatste. Ja, waarschijnlijk is zou het toch al lang, dan zou het toch in 1916 geregeld moeten zijn, 1960 geregeld moeten zijn. Maar als we het hebben over vrouwenrechten, we zien natuurlijk dat het woordje abortus natuurlijk best wel een heftig woord, zoals zei voor een zaterdagmiddag ook. Maar we zien natuurlijk wat er net in Amerika is gebeurd. Thierry Baudet heeft zich er ook over, best wel over uitgesproken. Wat vindt u er nou eigenlijk van? Waarvan? Wat er in Amerika gebeurt? Nee, van abortus. Ook als christelijke vrouw misschien. Ja, maar dit gaat hier dus al mis, hè, dat je mij daar alleen op aanspreekt. Dat is een onderdeel waarom van mij. Waarom gaat het mis? Waarom vindt u omdat dat het misgaat? Je me zo neerzet als iemand die uitsluitend gedefinieerd wordt door het feit dat ze uit een katholiek dorp komt, als zodanig opgevoed is. En jullie hebben dus een bepaalde perceptie en beeld in jullie hoofd over mij. Terwijl ik echt bij mezelf afvraag, wat is dat toch bijzonder? Want ik ben hoog opgeleid, ik heb mijn leven lang gewerkt. Dus blijkbaar hebben jullie een beeld van maar mij dat, in je hoofd. Maar dat betwijfel ook helemaal niet. Dat ik echt niet. Mezelf afvraag van, nee. dat is toch iets heel bijzonders. Nou, maar het is meer dat volgens gewoon mij afvragen. Het veel interessanter zou zijn om hier vandaag eens erover te hebben. En nou ja, dat hebben we ook van tevoren zo met elkaar voorbereid. Van wat is er nou aan de hand in onze samenleving op het gebied
van vrouwenemancipatie. Ja, maar dat, maar wat dat is gaan er we nou ook zeker doen? Van aan de hand in onze samenleving, van in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Ja, maar daar gaan we het ook zeker over hebben. Ja, maar ik zou toch wel graag even die stap verder willen zetten. Ja, maar bij vrouwenemancipatie vind ik ook. Ik bedoel, we zijn allemaal vrouwen op het podium. En abortus is wel iets wat bij iedereen, weet je, iedereen kent wel iemand die er last mee heeft. Of die het heeft meegemaakt. Dus voor mij is het juist best wel een emanciperend onderwerp. Ja. Maar in Nederland is dat toch gewoon geregeld? Ja? Ja, in Nederland is het legaal en veilig, dus dat is dan toch prima. Ja. En dat er in Amerika mensen daar op een andere manier naar kijken, dat is wat daar is. En die zijn er in Nederland trouwens absoluut ook. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in de moslimgemeenschap, zal daar op een hele andere manier naar gekeken worden dan in andere delen van de gemeenschap. Ik zeg altijd, en daarbij citeer ik altijd Hillary Clinton, als je daarover praat, en dat is volgens mij in Nederland gelukkig zo geregeld, dat het legaal is, dat het veilig is en dat het zeldzaam zou moeten zijn. En volgens mij, that sums it up, om het maar het op Amerikaans te zeggen. Maar even om nog even terug te komen. We willen u niet reduceren tot een christelijke vrouw. Maar ik vond het juist wel interessant om het erover te hebben. Vroeger was abortus, werd het niet gesteund door de kerk. En daarom vroegen wij ons af, vindt u dan juist dat religie moet meebewegen met de tijden? En volgens mij staat u daar... Als je dit gesprek wil voeren, dan moet je iemand uitnodigen van de katholieke kerk. Ik zit hier niet als woordvoerder... Maar u bent wel van een christelijke partij, maar ik zit hier toch? Niet als woordvoerder van de katholieke kerk. Nee, maar wel van ik de christelijke partij. Ik zit hier als staatssecretaris van Economische Zaken. Ik heb nou over twee hele ingewikkelde onderwerpen iets gezegd. Ja. En daar wil ik het eigenlijk graag bij laten. Omdat dat ook niet het onderwerp is waar we hiervoor bij elkaar zijn gekomen. We zijn hier bij elkaar gekomen om te praten van hoe word je nou van rechtenstudent staatssecretaris? Wat zijn de uitdagingen in de portefeuille die je hebt? Ja. Hoe ga je om met de digitale economie? Dus ik denk dat het dan ook goed is dat we nu naar het onderwerp gaan waar jullie mij voor uitgenodigd hebben. Nou ja, kijk, we hebben je natuurlijk ook uitgenodigd als staatssecretaris van Economische Zaken, sowieso. Ook gewoon als woordvoerder van het CDA, wat natuurlijk een christelijke partij is. Nee, ik ben niet woordvoerder van het CDA, het spijt me. Dan moet je, dat spijt me zeer. Ik zit hier als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. En ik wil nooit vervelend doen. Dus als mensen aan mij persoonlijke vragen stellen, wil ik daar absoluut op antwoorden. Maar op een gegeven moment zeg ik, ja, maar wat je nu doet, is je vraagt naar standpunten van de CDA-fractie. Je vraagt naar standpunten van kerken. Dan had je niet mij moeten uitnodigen, dan moet je iemand anders uitnodigen. Nou, dan is er een beetje misverstand geweest met de uitnodiging, maar... Nee, dat is geen misverstand met de uitnodiging. Maar dat is niet netjes wat je nu doet. Maar ik denk dat er... Nee. Gewoon publieksvraag. Nou, ik denk dat het dan even tijd is, ik hoor geruis uit het publiek, dan is het misschien wel tijd voor een publieksvraag. Ze hebben ook een microfoon. Ja. Ja, ik maak me al minstens al 10 jaar zorg over het pensioen wat wij als gepensioneerden en 65-plussers op ons maandelijks overgemaakt krijgen. Het is toch een beetje te zot van woorden dat nou na 10 jaar nog steeds de pensioenen niet geïndexeerd zijn. Ik zit nog steeds op hetzelfde bedrag wat ik 8 of 7 jaar geleden mocht ontvangen. Het wordt nu toch eens een keertje tijd. En dan heeft de politiek die heeft woorden monden vol. Over, we hebben het zo goed in Nederland en de economie is goed en de welvaart is prima. Maar ik heb zo sterk de indruk dat een heleboel mensen daar toch echt weinig van merken. Zeker de gepensioneerden, dat is toch een enorme grote groep mensen waar u rekening mee moet houden. En ik heb sterk de indruk dat er totaal, maar ook totaal geen rekening met door de politiek wordt gehouden met de gepensioneerden die nog steeds op hetzelfde pensioen zitten als 10 jaar geleden. Ja, en het is denk ik, ik snap uw zorg trouwens hoor, laat ik dat even voor, ja, maar dat begrijp ik. Nee, daar heeft u ook gelijk in. Maar het is denk ik wel even goed om hier even verwachtingenmanagement te gaan doen. Als het gaat over het onderwerp wat u nou aansnijdt, dan, ik kijk net even op mijn horloge, dan is, op dit moment wordt er gediscussieerd binnen de FNV over de vraag of ze ermee in gaan stemmen. Dat is een verantwoordelijkheid. Is dat er al door... CNV, dat weet ik, dat las ik vanochtend. Maar de FNV, is dat al bekend? Ik versta het niet. Ook er doorheen. Oké. Nou, dat had ik dan net, toen ik hier zat te praten, gemist. Want ik dacht dat zo rond 14:15 zou dat duidelijk worden. Maar dan is dat dus geregeld. Maar althans, vanuit die twee vakbonden.
Het is wel even goed om hier aan verwachtingenmanagement te doen. Ik ben hier gevraagd als oud-student, alumni van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. En ik wil altijd even wat reageren op persoonlijke vragen. Het is altijd gewoon ook leuk om daar het een en ander over te vertellen. Maar ik ga over economische zaken. En dit is een onderwerp waar mijn collega Wouter Koolmees voor verantwoordelijk is. Dus ik kan daar ook niet zoveel over zeggen. Ik ben verantwoordelijk voor midden- en kleinbedrijf, de digitale economie, platformen, mededinging, al dat soort zaken meer. Daar wil ik heel graag het een en ander over zeggen. Maar over die andere onderwerpen, ja, dan moet u Wouter Koolmees vragen. Ik weet niet of hij hier gestudeerd heeft trouwens. Nou, dat is dan maar weer jammer. Niet toch, bij de toch een minpuntje van de man gevonden, realiseer ik me nu. Maar dat is wel waar u mij over kan bevragen. En al die andere onderwerpen, zeer belangrijk. Ik heb een vader die daar mij ook, daar zit ik morgen weer mee, altijd op zondag, die mij daar ook altijd flink op doorvraagt. Maar ik ga er niet over. En dan is het ook, zo is het verdeeld ook binnen het kabinet, dat je spreekt over je eigen portefeuille. Okay. Nee. Nou, we gaan maar weer. Nou, we gaan weer even door met het interview. En ook daarvoor geldt, en het is jammer dat dat niet van tevoren goed gecommuniceerd is. Klimaat, dat is een verantwoordelijkheid van mijn collega Erik Wiebes. Die werkt op dit moment aan de klimaattafel aan allerlei oplossingen voor dat andere grote vraagstuk wat er is. Wat wel mijn warme belangstelling heeft, zoals ik net ook uitlegde. Maar als u daarover door wilt vragen, zult u naar zo'n bijeenkomst moeten waar Erik Wiebes spreekt. Dat klopt. Nee, dat klopt, maar ik ga er niet over. Oké, zijn er nog mensen die. Zijn er nog mensen met een andere vraag? Een echte vraag? Oké, wacht even tot u de microfoon krijgt. Wie kan Pierre even met de microfoon er naartoe gaan? Oké. Ja, en ook hiervoor geldt, dit is een vraag die moet u stellen aan mijn collega Erik Wiebes. Ik ga daar niet over. Ik denk dat het goed is nu om te voorkomen dat er weer een andere vraag komt die ik op deze manier moet beantwoorden. Om nu te gaan doen wat wij hadden afgesproken met elkaar. Namelijk dat ik het een en ander ga vertellen over de digitale economie en de platformen. Ja, we gaan nu daar ga ik namelijk wel over. We gaan nu verder praten over technologie en de Nederlandse concurrentiepositie. Dus ook de portefeuilles van mevrouw Keizer. Dus de eerste vraag is, we hebben het al over uw studieachtergrond gehad. Ja. En u heeft Nederlands recht en juridische bestuurswetenschappen gestudeerd. Maar nu bent u minister van Economische Zaken en gaat u ook over technologie en innovatie. We zouden het heel erg respecteren als u heel even tot met de publieksinteractie. We zouden het waarderen als u uw commentaar voor of onze feedbackronde of voor de publieke interactie zou kunnen wachten. Oké, gaan we weer even door met de bedankt voor de correctie, maar. Ik kan ermee leven hoor. In ieder geval, is het niet gek dat iemand zonder economisch of technologisch achtergrond deze functie bekleedt? Of heeft hij juist vanuit een ander oogpunt wel deze achtergrond? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Hè? Als je kijkt in het kabinet, zijn mensen verantwoordelijk voor onderwerpen waar ze niet deskundig zijn of voor gestudeerd hebben of in gewerkt hebben. En dat zou terecht zijn als ik dan ook in mijn eentje alles zou moeten bedenken op dit vlak. Nou, dat is niet zo, want op het ministerie, op de verschillende ministeries, werken allerlei ambtenaren die wel buitengewoon deskundig zijn op de onderwerpen. Waarom heb je dan staatssecretarissen en ministers? Omdat we een democratie hebben. En die worden uiteindelijk gekozen door de Tweede Kamer. En zijn ook politiek verantwoordelijk voor alle besluiten die er genomen worden. Helpt het als je techneut bent? Ja, nou ja, dat ligt maar net aan welk onderwerp. Ik ga bijvoorbeeld over de zogenaamde sleuteltechnologieën. Daar zit van alles in. Daar zit fotonica in. Nanotechnologie, artificial intelligence, high-tech materials. Dat zijn ook allemaal weer andere deskundigheden. Dus ja,
ten tijde van Da Vinci had je iemand die overal verstand van had. Maar tegenwoordig is dat niet meer te doen. Dus wat nu, wat ik denk wat je moet kunnen om staatssecretaris te zijn, of trouwens wethouder, of gedeputeerde, of minister, is dat je in ieder geval wel snapt hoe politiek werkt, snapt hoe het staatsrecht in elkaar zit, en wel begrijpt, een begrip hebt voor waar hebben we het nou uiteindelijk over. Als je het bijvoorbeeld hebt over artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, dat gaat ons leven fundamenteel veranderen. Dat is nu al gaande. Je hebt nu al kunstmatige intelligentie, dat gaat over algoritme en dat gaat over data. Dat zijn allemaal loten aan ja, als een medaille drie kanten zou hebben, dan zouden dat de drie kanten van de medaille zijn. Er wordt allerlei data verzameld op het internet, gewoon van ons allemaal. Er worden algoritmen gebouwd. Simpel gezegd zijn dat computerprogramma's die vervolgens linksaf, rechtsaf, stapje terug, stapje vooruit gaan. En daarmee wordt vervolgens kunstmatige intelligentie gebouwd. Hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit? Nou, dat gaat er bijvoorbeeld om dat je bijvoorbeeld gezichtsherkenning krijgt. Ja. Dat is daar een voorbeeld van. Nou, gezichtsherkenning kan je doodeng vinden. Maar ik ben ervan overtuigd dat gezichtsherkenning ons ongelooflijk gaat helpen op het gebied bijvoorbeeld van crowd control. Ja. Als je hier in Amsterdam heb je de Ziggo Dome, of die heet tegenwoordig de... Nee, je hebt je AFAS Live, inderdaad. AFAS Live, dankjewel, AFAS Live. Dan heb je de Johan Cruijff Arena, zoals hij terecht eindelijk tegenwoordig. En natuurlijk het auditorium van de Universiteit van Amsterdam. Ja, is dat ook daar? Nee, toch? Nee, daar zou je nu in zitten. Nee, dat wou zeggen. Ik wou zeggen, ik denk, hey, beam me up, Charlie. Nee, maar daar heb je dus bij elkaar de Heineken Music Hall, die tegenwoordig volgens mij ook weer anders heet. Maar daar gebeurt het dus dat er op een zaterdagavond bijna 100.000 mensen aan het stappen zijn. Die drinken dan ook vaak nog een beetje. En tegenwoordig blijft het waarschijnlijk niet alleen daarbij. En dan kan je met gezichtsherkenning en andere kunstmatige intelligentie, kan je daar aan crowd control doen. En dat is ongelooflijk belangrijk als er dus een keertje iets gebeurt. Ja. Dus als je het hebt over die nieuwe technieken, dan moet je wel kunnen snappen wat gaat dat dan betekenen. Ik kan geen algoritme bouwen. Maar ik snap wel hoe dat invloed kan hebben op processen die daar plaatsvinden. Ja. En ik kan erover nadenken, wat zijn nou de voorwaarden waaronder je dat moet toelaten in onze samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat je moet technieken niet verbieden. Elke samenleving, in welk gedeelte van de tijd ook, die ooit technieken heeft verboden, komt achterop te lopen. Dus je moet ze toelaten, maar je moet wel nadenken over de voorwaarden waaronder. Ja. En bijvoorbeeld als je het hebt over crowd control, moet je dan nadenken over op welk moment worden al die beelden die verzameld zijn, worden vernietigd. Zodat mensen wel weten, het blijft niet tot in de eeuwigheid in allerlei programma's zitten. Of, we gaan niet toe naar een situatie zoals in China, waarin je vervolgens punten verdient of kunt verliezen vanwege je gedrag. Nou, dus je moet het gulden middenweg vinden. Je moet nadenken over wat zijn de consequenties en waar stuit dat op iets wat wij met z'n allen acceptabel vinden. Nou, ik ben op dit moment aan het werken aan samen met dus een heleboel deskundige ambtenaren, samen met mensen in het bedrijfsleven, over hoe gaan wij nou om met die kunstmatige intelligentie, strategische agenda, artificial intelligence. Wat zijn de kansen die daar liggen economisch? Dus ik denk ook niet dat je moet gaan verbieden. Dus wij willen die nieuwe techniek omarmen, staat erin. Maar waar loop je dan tegenop? Kennen jullie dat filmpje van Little Britain? Computer says no. Oh ja. Kennen jullie het? Nou, dat willen we voorkomen eigenlijk. Nou ja, dat is wat je moet voorkomen. Ja. Dus we hebben, nou ja, dat weet je dan als jurist. We hebben door jaren heen, hebben we eerst jurisprudentie gehad op het gebied van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die zijn op een gegeven moment gecodificeerd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Een van die dingen die daarin zit, is het motiveringsbeginsel. Dus als een overheid een besluit neemt, moet hij of zij motiveren waarom dat besluit genomen wordt. Nou, als je straks algoritme krijgt die beslissingen gaat nemen, en dat gaat gebeuren hoor, gebeurt nu al.
dus dat gaat straks gebeuren, is dat motiveringsbeginsel geldt ook dan. Daarvoor heb je vervolgens nodig dat die algoritmes, dat die kenbaar zijn. Dat ze transparant zijn en uitlegbaar zijn. En dan zeg ik er altijd bij, ik heb geen verstand van algoritme. Maar een van mijn 5 jongens, wiskunde, computer science, die gaat ze bouwen, die bouwt ze al. Dus die snapt ze wel. Dus die transparantie, die openbaarheid van bestuur, moet ook daarvoor gaan gelden. Ja. Maar toch zijn we Nederland, we zijn niet zeg maar het meest technologisch geavanceerd land. En we willen toch nog even over het Nederlandse bedrijfsleven hebben. Toch, en dat toch. Ik ga direct over het Nederlandse bedrijfsleven, ja. Maar toch. Dat wordt vaak gezegd, hè. Er is net een nieuwe uitkomst, een nieuwe onderzoek geweest, dat wordt elk jaar gedaan, dat heet DESI, D-E-S-I. Mm-hmm. En we zijn de nummer 3 in Europa als het gaat over digitale economie en technieken. Ja, maar dus binnen Europa inderdaad. We behoren tot de wereldtop als het gaat over innovatie, als het gaat over digitale economie, als het gaat tot goed verbonden internet en snel internet. Maar als we dat vergelijken met Amerika bijvoorbeeld, die hebben 15 techgiganten en wij in Europa hebben er maar 1. Spotify, Booking.com. Ja, maar die horen nu bij die 1 volgens mij. Dat zijn Zalando in Duitsland volgens mij, is ook een heel groot bedrijf. Maar die staan echt, die verdienen veel of hun inkomen zoveel minder, zoveel geringer dan die zeg maar echt supergiants in Amerika. Kunnen wij daar eigenlijk wel nog mee in strijd gaan bijna? En toch, een tijdje geleden was ik aanwezig bij een aantal Nederlandse bedrijven die ontzettend groot zijn en dan een miljard omzet of meer. En dan zijn er echt best wel een paar waar ik in ieder geval van onder de indruk ben. Dus ja, we zijn een klein landje, maar praat jezelf niet kleiner dan dat je bent. Want we behoren echt tot de wereld, de grote economieën in de wereld. Nou, ik heb net al gezegd op het gebied van techniek en innovatie dat we in de top zitten. Dus praat jezelf niet kleiner dan je bent. Maar je hebt wel gelijk, als je het hebt over de Big Five. Google, Amazon, Apple, noem ze allemaal maar op. Facebook, dat zijn Amerikaanse bedrijven. Toch blazen wij ons partijtje goed mee. En ook hier aan de Universiteit van Amsterdam is er een samenwerking met de hogeschool en de VU, geloof ik uit mijn hoofd gezegd, om start-ups van de grond proberen te krijgen. En er zijn er al 150 waar dat bij gelukt is. Een startend bedrijf, vaak spin-offs van studenten die iets geweldigs verzinnen, uitvinden en dat dan vervolgens naar de markt brengen. En daar moet je echt, dat is een ander onderwerp waar ik voor aan verantwoordelijk ben. Ja. We hebben er daarnaast, in Europees verband, hebben we er best wel een aantal die daar echt goed in meedoen, maar nog niet zo groot als die 5. Nee, inderdaad. Dan is er op dit moment een discussie in Europa, hoe zorg je er nou voor dat die wel zo groot worden? Nou, hoe zorgen we ervoor? Nou, en dat is best een discussie ook in Europees verband, waarbij wij als Nederland zeggen, Europese kampioenen, die kies je niet. Je moet zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat die Europese kampioenen kunnen groeien. Epke Zonderland is niet meerdere keren wereldkampioen, bij Europese kampioen, weet ik allemaal wat, Olympisch kampioen geworden, omdat wij hem aangewezen hebben en hem vervolgens gepamperd hebben. Nee, dag en nacht keihard trainen. En dat geldt ook voor deze, dat geldt. Ja, ik maak mijn zin even af. En dan denk ik dat de gespreksleiders daarover gaan. Dan wat daarvoor nodig is, is dat we investeren in al die technologieën. Nou, dat gebeurt in Europees verband. Dat doen wij ook in Nederland. Ja, want u bent natuurlijk ook voor een sterker Europa. Denkt u dan dat het handiger is om vanuit een Europees perspectief deze bedrijven groter te maken? Of juist vanuit Nederland zelf? Dat we binnen Nederland eigenlijk deze bedrijven of groter maken of gewoon ondersteunen? Nee, de economische markt is echt een Europese markt. Oké, ja. En dat is heel simpel uit te leggen. Als je als Nederland zou zeggen, nou, we zijn alleen van Nederland, hè, wat het Verenigd Koninkrijk nu doet, dan heb je als Nederlandse start-up 17 miljoen klanten. Maar omdat we binnen de Europese Unie zitten, heb je een markt met 500 miljoen klanten. Net en doordat je, dat is net het meer. En omdat je in een Europese markt is, kan er ook geïnvesteerd worden vanuit andere landen in jouw Nederlandse bedrijven.
Dus het is echt iets wat je op Europees niveau moet doen. Okay. Maar ook de ogen niet sluiten naar de rest van de wereld. Ja, u heeft net ook gezegd dat u start-ups heel belangrijk vindt. En ook in alles wat we over u lezen, dat u erg voorvechter bent van het MKB. Dus het middenkleinbedrijf. Maar is het niet lastig om aan de ene kant die bedrijven te willen beschermen en dat aan de andere kant op EU-niveau er Europese kampioenbedrijven worden gecreëerd? Kunnen die MKB's en start-ups dan nog wel competitief blijven? Jazeker. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Booking.com, dat is hier echt begonnen, ja, ook bij wijze van spreken, op een zolderkamer. En er zijn nu ook allerlei startende bedrijven die gewoon aan het groeien zijn. Die van, noem je dat, van start-up naar scale-up, dan word je nog wat groter, en dan naar unicorn. En dan uiteindelijk zichzelf op de beurs plaatsen. Waarom is dat zo goed op de beurs plaatsen? Investeringen. Meer geld om verder te groeien. Waarom is dat goed? Economische groei, banen. En dat is in ons aller belang, want dat zorgt er namelijk voor dat mensen een huur kunnen betalen, kunnen consumeren. Dus dat houdt de economie ook gaande. Dus ja, ik denk dat er allerlei redenen zijn om te denken dat wij die groei kunnen doormaken. Er zijn ook verschillende voorbeelden van. Ook hier trouwens de Universiteit van Amsterdam. Ik weet je, ik wil ze toch eventjes noemen. Even kijken, daar heb ik alleen mijn leesbril natuurlijk niet op. Dat krijg je als je 50 bent geweest. Oh boy. Ja, ik heb ook mijn leesbril niet bij me. Ja, ook moeilijk met het interview. Dank je, dus. Dat vind ik buitengewoon vriendelijk van je. Even zien. Oh ja. Ja, maar het publiek vindt dat we ik zal even de regels duidelijk maken. Meestal hoe wij het doen met onze interviews is dat we zelf aankondigen wanneer de publieksvragen gesteld worden. Dus dat zullen we tegen die tijd doen en dan zullen we u gelijk de microfoon geven. Sterke vrouw hoor, dit. Precies. Oké. Nou, nou, nog een sterke vrouw. Oké. Oké, we gaan maar weer even door met het interview, alsjeblieft. Ja, laten we het gezellig houden. Ja, toch? Ja. Vind ik, tenminste, doe ik bij mij thuis altijd een poging. er zitten, nou wat ik net al verteld, het heet het Amsterdam Center for Entrepreneurship, ACE. Ja, dames, ik vind dit dus inspirerend. Dat is het mooie, een van de mooie dingen van het werk wat ik doe, is dat ik kom dus ook bij die start-up en ik ontmoet die mensen met die geniale ideeën die dat vervolgens naar de markt weten te brengen. En daarmee geneesmiddelen uitvinden, daarmee nieuwe technieken uitvinden die ons allemaal weer voordeel brengen. Nou, er zijn dus al meer dan 150 start-ups geholpen, zoals ik net zei. Eentje daarvan is, ja, het zijn alleen altijd wel even namen dat ik altijd me afvraag, spreek ik het goed uit? Maar dat zei ik ook wel eens, jongens, kom op. Even een leukere naam bedenken. Jongens trouwens, ook een punt, daar gaan we het ook even over hebben. Zijn meestal mannen, eeuwig zonde. Ik ben staande gek op mannen hoor. Ja, zeker. Ja. Maar ze worden toch anders geboren, ik kan er niks aan doen. Ik heb het zelf thuis 5. Skyfer, een start-up het gebied van artificial intelligence. In 2017 verkocht aan het Amerikaanse Qualcomm. Dus ook weer zo'n voorbeeld van een start-up hier begonnen. Die dan die nu opgekocht wordt. Ja, je kunt zeggen opgekocht wordt. In de zin van dan zijn we het kwijt. Tegelijkertijd Booking.com is ook opgekocht door een Amerikaanse bedrijf. Maar omdat het een Nederlandse, of van origine een Nederlandse start-up en bedrijf is, zit het hier nog steeds met duizenden mensen die daar werken. Dus gewoon werkgelegenheid. Nou, Skyfree is daar een voorbeeld van. Dan hebben we heel veel bedrijven in de gezondheidstechnologie, zoals Lumix en Metricia Sports. In die life science en health, zo heet die sector, wordt echt ook gewerkt aan de meest fantastische uitvindingen. Een van de eerste bedrijven die ik ontmoette, die zijn bezig met een uitvinding waardoor het testen van medicijnen niet meer individuele patiënten hoeft. Nee, die ontwikkelen cellen waarvoor vervolgens die in een schaaltje getest kan worden op die medicijnen. Dat betekent niet meer belastend voor de patiënten. Vele malen sneller weten of iets helpt, waardoor uiteindelijk ook medicijnen veel goedkoper worden. Dat is wat in die sector heel veel gebeurt.
Een cybersecurity bedrijf, Radically Open Security. Ook daarin worden echt de meest fantastische uitvindingen gedaan. En dat zijn allemaal bedrijven die het in zich kunnen hebben om groter te groeien. En daarmee de economie van de toekomst vorm te kunnen geven. Ja. Nou, nu we het toch over de economie van de toekomst hebben, willen we het ook graag hebben over 5G. Wat de techniek van de toekomst wordt genoemd. Je hoeft maar een krant open te slaan en je ziet 5G. Maar misschien ook voor het wat oudere publiek in de zaal. Waarom is 5G eigenlijk zo cruciaal voor ons? En daar hoor ik dan ook gewoon toe. Ja. Ze zegt het gewoon. Voor alle mensen met een leesbril, dat had ook een voordeel kunnen zijn. Ja. Ja. Leuk. 5G betekent gewoon, ik vind het echt grappig. Gelukkig, ja, gelukkig. Zou ik zo meteen negatieve feedback krijgen van onze commissie? Ja. 5G is gewoon vijfde generatie, daar staat het voor. En dat is nieuwe technologie die gewoon, as we speak, nog soms ook ontwikkeld wordt. Die technieken waar ik het net over had, die crowd control in de Johan Cruijff Arena, is een van de pilots waar met 5G-technologie en de daarbij behorende frequenties gewerkt wordt. En daar zitten echt ook heel veel mooie beloftes voor de toekomst in. Een van de dingen die daar bijvoorbeeld mee kunnen gebeuren is dat in een ambulance al via de 5G-technologie en de frequenties daarbij horen, gewoon op het moment dat iemand al op een brancard ligt, contact kan zijn met de specialist. Die echt deskundig is op dat gebied in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als het gaat over brandwonden is dat ongelooflijk belangrijk. Dat je meteen ziet wat is hier aan de hand, waardoor is iemand verbrand, hoe diep is iemand verbrand. Zodat je ook meteen weet wat de beste techniek is en hoe snel je erbij bent. Ja, dat hoorde ik, ja, dat klopt. Dat is, hoe snel je daarbij bent, hoe beter dat is. Nou, dat gaat met die technologieën. Een van de dingen die ik vorige week gedaan heb, is de regels of de voorwaarden waaronder we de frequenties die gebruikt kunnen moeten worden voor die technologie, hoe we die gaan veilen. En dat is belangrijk dat dat gebeurt, want zoals ik net zei, we behoren tot de top als het gaat over snel internet, digitale economie, maar dat blijf je niet vanzelfsprekend en daarvoor is nodig dat er voldoende frequenties beschikbaar komen voor de telecombedrijven. Ja. Ja. Nou, onder andere een oude gast die we ook hebben gehad bij ons interviewplatform, Piet Hoekstra, voor de mensen die hem niet kennen, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Ja. Ja, oh, leuk. Niet in deze zaal waar we normaal zitten. Maar hij heeft ons gewaarschuwd, en andere landen in Europa, omdat China, het land waar de grootste 5G-leverancier ter wereld, namelijk Huawei, vandaan komt, dat zij misschien wel willen spioneren via 5G. Maar wij als Nederland hebben nog helemaal geen afweging gemaakt over 5G. Waarom vertrouwen wij Amerika niet en Piet Hoekstra niet dat 5G gevaarlijk is van Huawei? Nou, 5G op zichzelf is niet gevaarlijk. Nee, maar als Huawei het... Ja, maar dit is een discussie die je terug kunt vinden in jaarverslagen van de veiligheidsdiensten. Waarin zij aangeven ook zorgen te hebben ten aanzien, zoals dat dan heet, statelijke interventies. Ja. Ja. Dus andere staten en landen die invloed zouden dan hebben op bedrijven die hier dan weer gebruik maken. Nou, wat wij als in het kabinet gedaan hebben, is een werkgroep samengesteld met allerlei deskundigheden erin. Vanuit het ministerie van Justitie, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, de veiligheidsdiensten en ook in gesprek met telecombedrijven. Jongens, waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Waar zijn de eventuele problemen? En wat zijn vervolgens de maatregelen die je daarvoor moet nemen? En dat heeft gewoon even wat tijd nodig om dat ook op een precieze en zorgvuldige manier te doen. En mijn verwachting is dat we binnen 2-3 weken als kabinet naar buiten kunnen komen met een besluit daarover. Okay. En waar liggen ongeveer die problemen precies? Ja, daar kan ik nu dus nog niks over zeggen. Maar over 2-3 weken wel. Die taskforce daar net te vroeg uitgenodigd. Net te vroeg uitgenodigd. Over 2-3 weken wel. En mijn verwachting is, daar ga ik niet over, daar gaat de Tweede Kamer over. Mijn verwachting is wel dat de Tweede Kamer dan daar nog een debat over wil voeren. Dus hou de agenda
van de Tweede Kamer in de gaten. Want dan kan je precies ook horen wat alle verschillende partijen daarvan vinden. Ik denk dat het nu wel even tijd is om toch nog naar de meneer in het pak daarachter te gaan. Dank u. Mijn vraag, u bent al deels op het terrein gekomen van waar ik het over wilde hebben. Dat is, namelijk, ik had u de vraag willen stellen, wat zijn uw verwachtingen van artificial intelligence voor de zorgsector? U hebt al gezegd, van ja, er is technisch heel veel mogelijk. U hebt het gehad over die schaaltjes waar je cellen in kan laten ontwikkelen. Dat gaat over de technische kant van de zaak. Maar u hebt net een punt aangeroerd die ik wel interessant vond. Dat is namelijk dat je normen moet gaan bedenken waar die artificial intelligence aan zou moeten voldoen. U zei, het motiveringsbeginsel blijft van kracht. Hè, en die moet het dus kunnen motiveren. Dat is natuurlijk vanuit uw juridische ogen, is dat natuurlijk heel is dat logisch dat u dat als eerste noemt. Maar het zou kunnen zijn dat straks de kunstmatige intelligentie, de menselijke intelligentie, te boven gaat. Dat wij dus weten dat iets werkt of niet werkt, terwijl we het eigenlijk zelf niet meer kunnen volgen. Het zou van belang zijn, denk ik, om van tevoren normen te bedenken waaraan die kunstmatige intelligentie zou moeten voldoen om toegestaan te zijn. Hebt u daar een visie op? We hebben als kabinet eerder, Ferdinand Grapperhaus vanuit Justitie, namelijk als het gaat over cybersecurity, staatssecretaris Raymond Knops vanuit BZK als het gaat over de digitale overheid, en ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de digitale economie, hebben we eerder een nationale digitale agenda gepresenteerd. Die kunt u ook terugvinden op die verschillende websites. Daarin staat al in heel grote lijnen wat nou de uitgangspunten zijn waarbinnen wij vinden, vanuit het kabinet, en dat is uiteindelijk een kabinetsbesluit geworden, waarin wat wij vinden dat de voorwaarden moeten zijn. Die worden nu uitgewerkt. Ik ben nu aan het werken aan die strategische actieagenda, actieplan voor artificial intelligence. Wat daarin zal komen te staan, want dat vloeit ook al voort uit het eerdere plan wat ik u net noemde, is dat datgene wat geldt voor de analoge samenleving ook zou moeten gelden voor de digitale samenleving. En dan heb je soms niet eens andere principes nodig dan dat we die nu al hebben. Het wordt alleen soms scherper. Als je het hebt over algoritme bijvoorbeeld, en als u het niet kent, beveel ik u van harte de Black Mirror serie aan die u op Netflix kunt kijken. Doe het. Het is BBC, dus het is ook nog eens topkwaliteit. Topkwaliteit. Maar daar zitten ook precies de vraagstukken in filmpjes, geacteerd, wat het nou betekent als die technieken verder gaan. In wat voor samenleving kom je dan terecht? En dan krijg je ook een beetje gevoel van, maar wat willen we nou, zouden we niet moeten willen of willen we eigenlijk niet? En welke principes gelden daarvoor? Een van de bepalende dingen daar gaat zijn de menselijke autonomie. De vrijheid van keuze. Want nu al, als jij een telefoon van een bepaald merk koopt, werkt die alleen als je een laptop hebt van datzelfde merk. Alleen die zijn op elkaar aan te sluiten. Als jij koopt bij Amazon, hoe voorkom je nou dat Amazon jou alleen de producten van Amazon voorschotelt? Waardoor je automatisch in een soort locked-in syndroom terechtkomt. En dus nooit meer een product van iemand anders ziet. Dat is misschien niet alleen heel verdrietig voor u. Dat is zeker ook heel verdrietig voor onze economie. En voor andere bedrijven die zaken aan het ontwikkelen zijn. Dus dat zijn van die uitgangspunten die daarin wat mij betreft een rol zullen moeten krijgen. Want ik vind namelijk keuzevrijheid, vind ik fundamenteel. Bent u bang? Er zijn van die zaken die daar wat mij betreft heel nadrukkelijk in moeten. Bent u zelf bang voor zo'n Black Mirror situatie, dat we daar uiteindelijk in terechtkomen? Nee, want volgens mij zijn we er met z'n allebei. we zijn er met z'n allebei. Dus dat is de ene kant. We moeten wel goed op blijven letten. Wat gebeurt er nu en wat vinden we daar niet wenselijk in?
Maar laten we alsjeblieft niet gaan roepen om zaken te verbieden. Ja. Want elke maatschappij die dat ooit gedaan heeft, is op achter gekomen. En dat wil je niet. Want als je op achter komt, dan mis je ook economische groei. En er wordt natuurlijk soms wel eens gezegd, ja, waarom is dat nou zo goed, economische groei? Nou, omdat we bijvoorbeeld de gezondheidszorg willen blijven betalen met z'n allen. Daar heb je economische groei voor nodig. Economische groei heb je nodig zodat mensen banen hebben. Een baan heb je nodig voor zekerheid, dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. En dat zijn redenen waarom het zo belangrijk is dat Nederland mee kan blijven doen in die economie van de toekomst. Ja. Ja, zeker. Ja, u hoort het misschien niet, maar... Sorry, wat zegt u? Dat is natuurlijk precies het. Dat is het normeren van stekkertjes. Hè, dezelfde stekker. Vroeger hadden we ook treinen die op verschillende breedtes van de rails zitten. Nou, dat heb je op een gegeven moment genormeerd. En dan kan dus ook een huurwijtrein rijden op het spoor van de NS. Noem maar even een gek voorbeeld. Hey, maar daar is de politiek natuurlijk van groot belang. Dat ze dat op tijd gaan regelen. Zodat dus die maatschappijen niet de mogelijkheid krijgen om te zeggen van... Je zit nu in het traject van Amazon. Dus dan moet je ook blijven in Amazon. En dan moet je allemaal Amazon-artikelen kopen. Ja. Nee, absoluut. En dat is, als staatssecretaris ben ik ook degene die in Europees verband deze discussies ook voert. Een van de dingen die ik daar dus aan het doen ben, is voor elkaar krijgen dat er Europese normen komen. Waar moet nou al die Internet of Things apparaten aan gaan voldoen? Hè? Internet of Things, uw thermostaat die gewoon via de lucht gaat. Uw koelkast die u over 5 jaar misschien al wel veel eerder een berichtje geeft. Dat de melk op is. Wat zijn nou de voorwaarden waar die aan moeten voldoen? Want dan heb je het zeker bijvoorbeeld over veiligheid, cybersecurity. Want je moet je niet voorstellen wat er kan gebeuren als dat op een gegeven moment allemaal gehackt gaat worden. Wat dat voor consequenties kan hebben voor het openbare leven. Dat is een van die dingen die ik nu in Europa voor elkaar probeer te krijgen. Een ander iets is, als je het hebt over die platformen, zo'n Amazon is natuurlijk ongelooflijk machtig. Als jij een mooi product hebt en je wil het daar verkopen, en je bent niet bereid om flink te betalen, dan eindig je misschien helemaal onder in de zoekmachine. Dus komt jouw product helemaal niet in beeld bij potentiële cliënten. Nou, er is net regelgeving gisteren besloten, waarin consumenten beter beschermd worden, maar ook kleine aanbieders beter beschermd worden. Ik ben daarnaast in Europa bezig om de voorwaarden waaronder die concurrentie mag plaatsvinden, de mededingingsregels, om die aangepast te krijgen. Je hebt zo langzamerhand in die digitale economie heb je poortwachters. Amazon is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die zijn op een gegeven moment zo machtig dat je er bijna niet meer tussen komt. Wat je ook ziet is dat Facebook bijvoorbeeld een jaar geleden WhatsApp opgekocht heeft. Waarom kon dat toen? Omdat data is eigenlijk de grondstof van de digitale economie, niet meedoen in de mededingingsregels. Dus wanneer er twee bedrijven fuseren en die hebben een bepaalde omzet, dan moeten ze zich melden of bij de Nederlandse autoriteit of bij de Europese. Maar omdat die data nog niet meetellen in die regels, kom je bij het opkopen in de digitale economie, kom je daar nooit aan toe. Nou, dat is een van die dingen die ik nu probeer veranderd te krijgen, om ervoor te zorgen dat mededingingstoezicht er wel is. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je, als er bedrijven ontstaan die zo machtig zijn, heb je geen concurrentie meer. Dat is slecht voor innovatie, want waarom zou je nog iets nieuws bedenken? Jij bent toch degene die de markt... Dus alle consumenten als klant heeft en er is niemand die er tussen komt. En je kunt je prijzen verhogen. En waar sta je dan als consument? Nergens, want er is niemand meer die concurrentie aan kan gaan. Nou, dat zijn twee voorbeelden van wat ik nu probeer te veranderen. En u begon met de voordelen van artificial intelligence in de zorg. Daar wordt ook natuurlijk al gewoon gebruik van gemaakt.
verpleeghuizen of in woonvormen voor gehandicapten zitten er bijvoorbeeld al sensoren in de grond dat als iemand valt 's nachts, dat er een berichtje doorkomt van hey, er ligt iemand op de grond al een tijdje stil. Want ja, je moet nog wel op de grond mogen kunnen liggen als je dat wil. Het is het belangrijkste recht waar we nu de samenleving voor staan. Soms vinden mensen dat lekker. Maar ja, ik snap, ik niet. Maar, nou ja, maar de keuzevrijheid is er. Bij mij thuis ligt er ook wel eens iemand die haalt het matras van het bed af. En dan ligt hij op dat. Ik denk van jongen, waarom doe je dat? Ja, dat vindt hij lekker. Nee, maar met name als mensen dus vallen. En dan is het natuurlijk heel goed dat die sensoren er zijn. Zodat er snel een berichtje komt van hey, iemand is gevallen en die ligt al een hele tijd stil. Zeker in onze maatschappij met steeds meer ouder wordende mensen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen, liggen hier natuurlijk prachtige kansen in de techniek om dat ook op een fijne, veilige manier vorm te gaan geven. Nou, ik denk dat dat wel heel leerzaam is voor iedereen in de zaal. Als we techniek gebruiken en het ons niet laten overnemen, dan kan het heel veel nuttig zijn. Ja. Nou, we willen graag nog heel kort één laatste onderwerp aansnijden voordat genieten en wat meer relaxen willen. Nou, ik zit hier prima. Lekkere bank, lekkere bank. Het was in het begin even aftasten met elkaar, waar gaan we het over hebben. Maar ik zit hier heerlijk en oma Gijs is 80. Dus ik gefeliciteerd. Ga direct naar Ilpendam. Oh, ja. Lekker. Oké, dan gaan we het even kort doen. Oma Gijs moet ook niet te lang zitten wachten natuurlijk. Nou, we weten natuurlijk met het CDA dat Buma sinds kort geen leider is. En u kunt natuurlijk niet meteen antwoord geven, wordt u de volgende Buma? Maar stel dat, wat zou u anders doen? Mens, ik geloof niet dat mijn man dat leuk zou vinden als ik de volgende Buma ben. Oh. Ja, ook lekker experimenteren, dat is misschien toch wel. We zijn tenslotte in Amsterdam. Ja, toch? Precies. Lekker openbaar. Ja. Maar stel dat u de nieuwe kroonprinses bent van het CDA. Wat zou u anders doen? Is er iets in de koers wat echt Mona zou zijn? Nou, ik ben natuurlijk nummer 2 op de lijst. En het woord kroonprinses is gevallen. Maar wel te weinig. Nou, dat was wel een van de. Waar we het net nog niet over gehad hebben. Al die start-ups zijn met name worden geleid door mannen. En daar is niks mis mee. Alleen wat je wel ziet is dat. Hoe noem je dat? Banken en financierders. Die financieren vooral start-ups waar mannen aan het bewind staan. Mannen investeren in mannen, inderdaad. Mannen investeren in mannen. En maar 1,6% van de start-ups waarin geïnvesteerd wordt, wordt geleid door een vrouw. En je kan mij van alles en nog wat vertellen, maar niet dat vrouwen dat niet kunnen. En er zit dus iets in ons allemaal, hè, waardoor, en dat is gewoon iets biologisch, sociologisch, je selecteert dat wat op jou lijkt. En ik ben dus bezig om dat veranderd te krijgen. Zodat ook die vrouwen die kans krijgen. En niet omdat ik denk van, oh, wat doen jullie? Oh, fout. Maar omdat we economische kansen met elkaar missen. We missen economische kansen. Blijkt uit ook onderzoek. Verschillende bedragen worden daar genoemd. Maar omdat vrouwen die kans niet krijgen, missen we gewoon economische kansen. En daar weer mee economische groei. En dan krijg je de rest van het verhaal weer. En in de discussie in Den Haag over het opvolgen van leiders van politieke partijen, die nu bijna allemaal mannen zijn, en dat wordt ook becommentarieerd door bijna allemaal mannelijke parlementaire pers, ging het constant over kroonprinsen. En ik denk op een gegeven moment, nou ben ik toch potverdorie 50 geworden, maak ik dit nou nog steeds mee? En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ja ho, wacht eens eventjes. Er zijn ook hele goede vrouwen die dat zeker. Kunnen. En bent u er een van die het zou kunnen en wellicht ook willen? Dat is dan altijd de volgende vraag die je krijgt. Ja. Dus be careful aan welk onderwerp je begint, zeg ik er altijd maar weer bij. Maar toen heb ik gezegd, ja, waarom niet? Ja. Waarom niet? Waarom niet inderdaad? Ik ben in ieder geval de hoogst opgeleide. Van het nou, met dank aan onze universiteit natuurlijk. Met dank aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, ik vind dit wel een mooie. Ik denk dat we hier. Zeker. De cirkel is weer ik rond. Ik heb de meeste kinderen. Ik heb het drukste gezin. Mijn ouders wonen ook in de buurt. Dus manager kan ik ook als geen ander. Waarom niet? Waarom niet? Inderdaad? Waarom moet er nog een race komen? Volgens mij is het al helemaal duidelijk wie de volgende leider wordt van het CDA. Nou ja, dat is over anderhalf jaar pas aan de orde. Nou, dan hebben
Nou, u bent dan over anderhalf jaar, natuurlijk ook over twee weken natuurlijk, als het met China over de China-afweging dan bent u als het met de China-afweging dan weer helemaal goed zit. Bent u natuurlijk altijd weer van harte welkom. Ja. Voordat we het interview afsluiten, wil ik even nog zeggen dat dit het laatste interview is van het jaar, voor dit jaar tenminste. In september gaan we natuurlijk weer van start met allemaal andere leuke interviews, dus hopelijk zijn jullie dan weer bij. En ja, en nu een dame van de applaus voor de staatssecretaris, niet de minister, Monika IJzer.